dus eigenlijk mee te schrijven, meneer De Vries. Bent u het ermee eens? Dat was eigenlijk niet zo nodig, want het lijkt wel op de heer Huisman dat het CDA verkiezingsprogramma heeft. Dat heeft hij natuurlijk ook, dat heeft hij natuurlijk ook. Ik heb het zelf niet gelezen. Nee, waarom? Omdat wij willen een samenhangend aanbod. Dus wij willen die keten organiseren en aanbieden. Wij hadden, het huidige kabinet had gezegd, het moet in 2011 een landelijk dekkend aanbod zijn. Ja. Dus dat hoeft helemaal niet meer in het nieuwe regeerakkoord. We moeten gewoon doorgaan met waar we mee bezig waren. Maar daarnaast denk ik wel dat de financiering op een andere manier kan. Wij zijn voorstander. Daarom was ik rood, omdat we gewoon door moeten gaan met wat we deden. En in 2011 klaar zijn met een landelijk dekkend aanbod van samenhangende voorzieningen. Maar daar blijft nog wel die snelheid van die financiering. Dat zie ik ook absoluut. Want zorgkantoren kopen in en dat zijn bureaucratische organen, veel te bureaucratisch, dus dat moet anders. En wij denken dat ook voor dementie een keten DBC de oplossing is. En gelukkig werken we inmiddels met keten DBC's. Wij waren als CDA-fractie daar de grootste voorstander van, omdat je daarmee stimuleert en bevordert dat er veel vroeger in die keten wordt geïnvesteerd, wat uiteindelijk maatschappelijk rendement oplevert, maar vooral ook voor de patiënten en hun omgeving, laten we dat niet vergeten. En dat het dus ook voor dementie een ideaal voorbeeld is om daar ook een keten DBC voor in te richten. Okay, wij gaan daarvoor. Helder. Dank meneer De Vries. Mevrouw Leijten, bent u ook op voor case managers? Nou, ik had hem op rood staan. Ja, exact. Ja. En na dit verhaal ook nog? Nou ja, kijk, het is een heel interessante business case en ik wil er best nog naar kijken. Maar het komt mij toch een beetje voor als nog een extra laag en we komen al om in de bureaucratie en de zorg. Nou ja, ik signaleer, ik ben samen met Gea bij iemand geweest die het graag zou willen. En de hulpvraag daar was toch eigenlijk voornamelijk, ik zou graag willen dat ik gewoon WMO-zorg krijg, die nu individueel geïndiceerd wordt op mijn man, maar die is lichamelijk wellicht nog in staat het te doen. Maar ik heb zo'n grote mantelzorgtaak dat ik dat graag zou willen. Dan denk ik, nou, als we dat nou voor elkaar organiseren en met kleinschalige teams die dicht bij mensen staan ook signaleren, dan hoef je helemaal niet per se nog een extra laag of een extra functiegroep. Ik denk dat de zorg daar juist aan ten onder gaat. Je zal er maar net even niet in passen. Wat dan? Er zal misschien maar een te late diagnose zijn. Dan val je er buiten. Dus het idee vind ik heel goed. Dicht bij mensen dingen organiseren, maar niet weer in dat hele rare stelsel van een keten DBC. Oké, okay, help, nog help. Want ik wil nog meer politie. En ik heb zo vermoed dat er nog wat vragen uit de zaal komen, maar dat kan ik niet. Ja, dat is prima. Mevrouw Sam. Ja, ik had groen gestemd, maar ik had wel, wel wat moeite met die term case manager. Oh. En dat wil ik ook toelichten. Kijk, volgens mij, naar mijn gevoel zou het een initiatief moeten zijn wat in de buurt komt van wat we tot nu toe eigenlijk ook een soort mantelzorgmakelaar noemden. Ik zie ook niet de rol van de case manager vooral als iemand die allemaal die professionele zorg onderling afstemt, maar vooral als iemand die de link legt tussen de patiënt, zijn mantelzorg en alles wat er geregeld moet worden. Wat is dan bij u het grote verschil tussen... Het grote verschil zou ik zeggen, zou ook moeten zitten in het niveau waarop je het insteekt en de salariering. Want als ik hoor spreken over een case manager die dan 70.000 euro per jaar zou moeten verdienen, terwijl een gemiddelde verpleegkundige op de 35.000 zit, mantelzorg het gratis en om niet doen, dan vind ik dat uit het lood. Ik heb hele mooie initiatieven gezien. Er is ook een bureau in Alkmaar wat die mantelzorgmakelaars levert. Er is ook al een verzekering die het in de aanvullende verzekeringen zit. Maar goed, dan gaan we over het jaarsalaris praten van een die doen dat veel goedkoper. Waar je voor moet waken, is dat je met een goed bedoeld initiatief, en daar wil ik me wel een beetje bij Renske aansluiten, een nieuwe tussenlaag creëert. Waar het om moet gaan, is iemand die eigenlijk de link legt tussen de professionele zorg en de mantelzorger en de patiënt. Okay. En dat op een zo laagdrempelige manier. Dat hoeft volgens mij niet zo te zijn. Mevrouw Dijkstra, daar wil ik me graag bij aansluiten. Ik heb rood gestemd bij wat Joran de Sap zegt. Wij hebben ook gezegd, je moet die bureaucratie tegengaan. En er zijn al inderdaad heel veel initiatieven gaande op dit moment. Het wordt geregeld. En in de ene regio kan het zo gaan en in de andere regio kan het zo gaan. En hoe je het noemt, als het maar dat ene loket is voor die mantelzorger die namens de patiënt alles geregeld wil krijgen. En hoe dat dan verder achter dat loket wordt opgelost, daar moet die cliënt of die patiënt niet mee te maken hebben. Okay, helder.